pom is natuurlijk een heerlijk Surinaams gerecht, van oorsprong Joods, maar vooral populair geworden vanwege de Creoolse keuken. De Japanse Irene Wongsodikromo geeft een kookworkshop. Pom maken. Voordat het zover is, moeten we eerst de ingrediënten kopen. En dat doen we met Catherine Judel van Suriname Tour Agent. Het Nederlandse gezin dat vandaag leert om pom te maken, gaat mee naar de centrale markt in Paramaribo, aan de waterkant. Het moet de grootste overdekte markt zijn van het Caribisch gebied. Maar we nemen eerst een kijkje bij de Vreedzaammarkt, vlak naast de centrale markt. Filmen is daar verboden, waarschuwt Catherine nog even van tevoren. Zijn jij ook even rekening mee houden? Als je filmt, dat je ons filmt en niet die mensen, dan krijg je echt geheimgezeur. Ja, ik heb het alweer. Maar ik film meer, en ik film Prasman. Hier verkopen mensen uit het binnenland, Marons, Bosland-Creolen en inheemse of Indianen, geneeskrachtige kruiden, natuurproducten, groenten, fruit, houtsnijwerk, oliën, potentieverhogende drankjes en ga zo maar door. En dan op weg naar de centrale markt, voor spullen voor de pom. We kopen eerst links en rechts nog wat lekkernij, Surinaams fruit. Dit kunt u niet kennen, dit heet de pomerak. Het is iets jong, meestal moeten ze gewoon echt paars bijna zijn. Okay. Dan zijn ze super lekker. Dat zie ik wel in de winkels. Ja, proef die maar even zo een beetje. Het is ook een beetje zuur. Deze wordt ook, worden er sappen van gemaakt. En hier worden dan ook gestoofd. Wat is er eigenlijk nodig om pom te maken? Het belangrijkste bestanddeel is natuurlijk pomtaier, een soort aardappel. Maar er moet natuurlijk meer in, vertelt Irene Wongsodikromo. De ingrediënten zijn natuurlijk die pomtaier, kip. Tomaten, soepgroenten, natuurlijk uien, knoflook, pikkelilie als je dat wil gebruiken, maar op zo'n authentieke manier doen we het met zuur oranje. We zijn nu op de centrale markt van Paramaribo en we gaan deze mensen van vandaag pom leren maken met de kokjes die hebben kousenband nodig. De taaier is al gekocht. Natuurlijk moet er groente bij, kousenband, tomaten, bakbananen, in het Surinaams bakabana. Nog even op de lijst kijken wat er nodig is. Zo ziet dat eruit. Taaier, rijst, zure oranje, kip, kousenband, tomaten, soepgroenten, komkommer, rode ui en bakbanaan. Tussendoor gaan we nog even naar achteren, waar de vis verkocht wordt. Niet voor in deze kom. Daar is dus waar die witte steen. Dat is een koelvis. En dan aan de slag, door het drukke verkeer, naar de keuken van Guesthouse De Kleine Historie. Waar we met een frisdrankje welkom worden geheten door Irene. Hallo, goedemorgen. Ik ben Irene. Ja, hallo, ik ben Sofia. Irene vertelt eerst iets over de geschiedenis van de pom. Het is een Surinaams gerecht, maar eigenlijk was pom afkomstig van de Joden. Oh, ja. Ik weet niet of Catherine natuurlijk vertelt, hè? Nee, dit nog niet. Oké, pom was in de... ze hadden het gemaakt van aardappelen en kip. Okay. Maar toen de Joden hier kwamen, toen ze hier immigreerden, konden we geen aardappelen natuurlijk verbouwen hier in Suriname, want aardappelen groeit niet hier. Nou, op een gegeven moment werken de Afrikanen bij hun. En dan hebben ze dan die pom tot de eigen gemaakt. Natuurlijk hebben ze geprobeerd met gesaven, met allerlei soorten aardvruchten. Maar die pomtaier, die smaakte beter in dit gerecht dan die aardappelen. Maar nu doen wij Surinamers, we hebben het ons eigen gemaakt, doen we het met pomtaier. En dan Oké, we gaan nou aan de slag. Dan, jullie hebben het niet zo warm, hè? Alle ingrediënten die op de markt gekocht zijn, heeft ze al klaargelegd. Irene gaat alles nog even langs met de toeristen. De kousenband wordt gesneden. Uien schoongemaakt en gesneden. Natuurlijk de bakbananen. De pan voor de kip zet Irene op vuur. De uitjes ruiken nu al lekker in de spetterende pan. Gesneden tomaat erbij. En na een tijd mag ook de gesneden kip in de pan.
En dan het bereiden van de pom tailleur. Heel belangrijk. Proeven, zure oranje erbij. Weer proeven. Weer wat zure oranje erbij. En dan mag de pom in het blik. Met de kip natuurlijk. En als het blik vol is, in de oven. 1 tot 1,5 uur. Natuurlijk wordt er ook rijst gekookt. En de bananen gebakken. De kousenband klaargemaakt. En na een dik uur is de pom al klaar. Dat is de pom, rijst, kousenband, banaan. Smakelijk eten. De pom heeft een bruine korst. En natuurlijk. De vraag is natuurlijk, hoe smaakt die zelfgemaakte pom? Heerlijk, ja, het is echt heel lekker, heel fris. Zo stevig, maar ook heel fris. Heerlijk. Zelf pom maken. Niet alleen leerrijk en leuk, maar ook lekker. Ja.